Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolkenvelden boven Nederland. Uit die wolken vallen buien. Het kunnen pittige buien zijn, enkele keer zelfs met onweer en hagel. Tussen de buien door is het droog uiteraard en dan schijnt ook af en toe de zon, maar de wolken hebben vanochtend nog de overhand. Later vanochtend en vanmiddag zien we de buien steeds meer naar het oosten wegtrekken, dan kan de zon steeds beter doorbreken, vooral in de namiddag schijnt ze flink en dat dan vooral weer in het westen en noordwesten van het land voor ongeveer 9 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het kustgebied in het westen kan later in de avond weer een enkele bui vallen en ook in de nachtelijke uren valt daar soms een bui. Morgenochtend trekken de buien weer over het hele land. Af en toe schijnt de zon en net als vandaag zien we in de middag de buien weer wegtrekken en krijgt de zon weer meer ruimte. Het wordt zo'n 8 tot 10 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Zondag en maandag beloven twee heerlijke dagen te worden. Er zijn sluierwolken, maar de zon schijnt ook geregeld en plaatselijk worden het 12 graden. Dinsdag neemt de kans op buien weer toe, vooral later op de dag, maar ook dan is het zacht. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl